Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister. Gisteren op 29 juni was er een probleem met de bovenleiding in Namen. Eergisteren op 28 juni was er een probleem met de bovenleidingen in Halle. De dag voordien was er een probleem met bovenleidingen in Oostkamp. En de 25 juni was er een probleem met de bovenleiding in Ternat. Ook de fameuze Intersoc-trein van eind maart stond stil door een probleem aan de bovenleiding. En hiermee heb ik eigenlijk nog maar de meest recente en de markante gevallen opgesomd. Ik wil het eigenlijk deze keer niet hebben over het ongemak en het leed voor de reizigers, maar eerder focussen op de oorzaak van deze incidenten. Dit leidt mij eigenlijk tot een heel simpele vraag: wat is er mis met de bovenleidingen en hoe is het zo ver gekomen? Zijn de kabels van slechte kwaliteit? Heeft u of een van uw voorgangers de leverancier veranderd? Is er te weinig onderhoud? In ver verleden is blijkbaar beslist om af te stappen van gestructureerd preventief onderhoud. Is dat een foute beslissing geweest? Worden de kabels slecht geplaatst? Zijn er onderdelen die gestolen worden? Worden ze te laat vervangen? Blijkbaar is het geen kwestie van technische competentie, want eens de kabels stuk zijn, worden ze redelijk snel hersteld. En al deze ongeplande spoedinterventies moeten toch ook wel problemen geven met werkorganisatie en een serieuze meerkost betekenen. En dit lijkt me een probleem waar nog wel iets kan aan gedaan worden. Het heeft niets te maken met verzadiging van lijnen, nog met levertermijnen van rollend materieel. Dus ik verneem eigenlijk graag van u wat de juiste oorzaak is en hoe dit gaat aangepakt worden. Dank u. Dank u wel.